volume. Long notes. Dus eigenlijk legato, hè? Je trekt een mooi lijntje. En je laat altijd even zien, nu. Dus je dirigeert hem even in, want anders is het niet heel duidelijk wanneer je ermee gaat beginnen. Dan doe ik dit en dan weet je niet wanneer precies. Dus je laat zien, nu. Hetzelfde geldt voor staccato. Niet nu. Dat is van je vingers bij elkaar dan, toch? Ja, super. Ja. Dus je zit in een voorbereiding en dan geef je het seintje, zeg maar. Ja. Dus je laat zien van de contraan. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Alsof je hem even indirigeert eigenlijk. Ja, dus de volgende is. Ja. Dan heb je Energize, die hebben we net niet gedaan, maar zing eventjes. Dus je haalt de pitch eigenlijk vanaf, maar je haalt behoudt dezelfde energie en lengte van noot als wanneer je het zou zingen. Ja. Ja. Je legt alle gebaren van tevoren uit, of is het, of je zegt, ja, tussendoor, dit is short notes of staccato en dan? Ja, dus ik heb net gedaan terwijl jullie aan het zingen waren. Oké, okay. Dus we zijn een aparte les, dit is volume, dit is de guidance. Dat kan ook. Ik had ook hiermee kunnen beginnen, maar dan heb je meteen heel veel uitleg en dan moet je luisteren. Ja. Dus ik kan het net zo goed meteen gewoon ervaren. Mm-hmm. En dan lopen ze nu nog even door, zodat jullie ook echt zelf de gebaren weten. Dus energize is de vuist naar voren. De formaten, dat is diezelfde vuist, de rechte vuist, die maak je plat. Hamertje, formaten komt eraan. Nu. Dus ook een dirigeer. Actie eigenlijk, okay. Hè? Je stopt met links. Ja. Ik ben links. Ja, en dat komt omdat, stel je gaat je hier verder in verdiepen en je wil bijvoorbeeld een formaat doen op een akkoord en je wil door naar een volgend akkoord, dan wijs je in de linksrichting van de zangers mee. Ah. Dus voor jullie is het naar het volgende akkoord in de linksrichting. Voor mij is het een spiegelbeeld. Oh my god, dat vond ik leuk. Dus je moet een spiegelbeeld doen, dus je moet het zo doen. Nee, dat is met links. Met links, oh, ik doe het met links. Ja, dus je hebt je rechterhand. Ja. Zo. En je zit erop. Ja. En stel je hebt een stukje bladmuziek waar je twee akkoorden naar elkaar wil neerleggen, dan kan je het zo doen. Formaten. Ja. Volgend akkoord. Ja. Formaten. Ja. Formaten. Cool. 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 Ja. Het ziet er ook cool uit, hè? En vandaar dat het dus met de rechterhand de vuist is, de linkerhand erop. Ja, dat is echt. Zodat je in de leesrichting van de zangers wijst. Ja. Dus dit is de fermata, zeg maar. Ja, dit. Met het je... Nee. Maar de vuist is die fermata. Ja. Dit is naar de volgende akkoord, maar je blijft toch op de fermata en dan. Ja. Top. Ja. Dus je zegt fermata. Fermata. Nu, check. Kijk uit. De volgende akkoord. Fermata. Ah. Fermata. Ja. Doe je met jezelf hand. Really cool. Ja. Vowels. Die zijn super logisch, hè? A. U. Ja. Dus we gebruiken alleen maar drie. Ja. Blankers? Ja. Oké. Tot nu toe zijn dat de drie die vastgelegd zijn. Wat is die A nog? En waarom is oe zo? Volgens mij hebben wij ook nog wel een plaatje. Ja, om dit duidelijk te maken, is het oe of o? Ja, door het tip. Omdat het kleiner is in je mond. Ja. Maar dit lijkt dan weer alles op. Ja, maar dan heb je later als je. Ja. Bij een klein beetje af, je hebt ook nog twang. Oh ja. En dat lijkt dan weer iets te veel daar. Oh, okay. Ja. Dus vandaar dat ze dat onderscheid hebben. Ja. Harmonize. Dit. Dus dat wil eigenlijk gewoon zeggen, maak het drie of vier of vijf stemmen wat je wil. Ligt er maar net aan met hoeveel mensen je in dat groepje bent.
Vaak is het zo dat de middelste moet blijven. Het blijft en de lijn door blijft. Ja, dat hoorde ik. Ja, maar dat zei je wel tussendoor. Moet je dat ook nog op een bepaalde manier aangeven of zo? Want jij blijft het. Ja, je kan zeggen harmonize. En ik kan tegen jou zeggen up. Ja. Oh, en harmonize down. Ja. Ja. Maar dat is. En dan harmonize, dan doe je één groepje. Beter dan allemaal. Dan wordt het wel zo vol. Ja. Dus vaak is het heel mooi om iets wat een lange lijn heeft, om dat te harmoniseren. Ja. Maar je kan in principe ben je helemaal vrij, dus je kan echt nooit doen. En hoe zet je het harmonize weer uit? Daar nog gebaat. Ja, dan kan je zeggen. Ik heb ons dan weer harmonize. Okay. Terug naar één. Melodie. Gewoon naar de melodie terug. Reset, dan ga je terug naar het originele lijntje. Yeah. Dus stel je hebt het even stilgelegd en go. Het is eigenlijk gewoon weer een opnieuw beginnen. Looper? Dan de looper. Een soort van. Die snapt u niet helemaal. Ja, nee, dus, die kan misschien iets beter verlichten. Het is een soort van cd'tje die blijft hangen. Dus je geeft eigenlijk alle tellen van de maat, geef je even aan. Dit doe je ook in de leesrichting van de zangers. Dus voor jou is het van rechts naar links. Ja. Dan moet je wel echt oefenen toch? Ja, tuurlijk. Ja, maar je bent er vrij snel aan. Ja? Je bent er vrij snel aan. En dan de glissando. Oh ja. Meet it's you. Er zijn er 10 en er bestaan op dit moment 75. Oh, ja. Ik ga jullie aan het einde van de les vertellen.